Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken en vandaag gaan we een heel apart bloemstuk maken. We gaan aan de slag met een bol die we op verschillende manieren kunnen maken, maar ook op verschillende manieren in een frame kunnen hangen of op een schaal kunnen leggen en dat laat ik jullie straks alles zien. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis en blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Aan de slag met deze bol die we helemaal mooi gaan bekleden met allerlei mooie materialen die lang houdbaar zijn. Dus dat is natuurlijk super leuk, want daar kunnen we er extra lang van genieten en dat willen we natuurlijk. Dus ik heb ook bijzondere materialen, mooie vetplantjes die we zo gaan gebruiken, silantia plantjes, houtstukjes dus, en mos, dus dan gaan we daarmee aan de slag. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Zoals je ziet heb ik een oasebol. Afhankelijk van of je hem wil laten hangen of neerleggen, doe je er een touwtje in. Ik wil laten zien hoe ik het ga laten hangen, dus dan ga ik eventjes een touwtje inmaken. We rijgen het touwtje erdoor en dan maak het even vast met een beetje mos, zodat het dan blijft zitten. En dan kan je hem aan het eind ophangen. Ik maak eerst een haakje aan een ijzerdraadje. Daar doe ik het touwtje doorheen. Maak even een knoopje in. En daarmee trek ik hem door de bol. Aan de onderkant doe ik dan eventjes een knoopje. Wat over is knip ik af. En om er niet helemaal doorheen te trekken doe ik altijd aan de onderkant eventjes een beetje mos. En dit zet ik dan weer vast met een krammetje. En op die manier kan je hem dan ophangen zonder dat hij eruit trekt. Ik heb dit keer de oase niet nat gemaakt, omdat we met allemaal sterke droge materialen gaan werken. Ik heb hier mooie vetplantjes. Daar doe ik een stokje onderin. En die verwerk ik dan op de bol. Dit kan prima zo zonder water. En dit doe ik met een aantal vetplantjes. Dan heb ik mooie silantia plantjes en die verwerk ik eigenlijk op dezelfde manier. Dat doe ik heel voorzichtig onderin een stokje. Knip ik een sterk puntje aan. Als je de silantia plantjes hebt verdeeld, gaan we verder met het volgende materiaal. Ik gebruik hiervoor IJslands mos en deze prik ik er ook gewoon bij op. Dit verdeel ik er rondomheen. Dit doe ik ook met wat mos. En als het nodig is, haal je iets van de onderkant af. Zet je het gewoon vast met een krammetje. Dan heb ik ook wat takjes en die maakt hem ook helemaal mooi af. Dus
zet ik ook vast met een krammetje. Dan heb ik nog mooie scabiosa en crosperia bolletjes. Die ik hier ook in verdeel. Brengt gelijk een klein beetje kleur in het stuk. Dan heb ik nog wat silantia en daarmee kan je mooi opvullen. En mocht je eventueel nog wat ander materiaal over hebben, kan je dat ook doen. En dan mag je ook even kijken of je nog dingen wat beter vast moet zetten. Omdat je natuurlijk elke keer ja, wat beweegt, dat het allemaal even goed op zijn plek zit. En dit werk je helemaal op, zodat je geen oase meer zichtbaar hebt. Dus mocht je nog materiaaltjes over hebben, kan je die er gewoon bij tussen stoppen. Zodat je hem weer mooi verdeeld krijgt. Als je hem dan klaar hebt, dan kijk je even of die een model is, of dat er nog ergens een takje bij moet, of er iets verzet moet worden. Nou, jullie hebben echt massaal gevraagd of ik eens een keer een bloemstuk hiermee wou maken. Nou, dat gaan we dus vandaag doen, want we gaan de bol hierin ophangen. Maar ik ga het ook laten zien hoe je mooi op een schaal kan presenteren. Ook echt een heel mooie schaal die we binnen hebben gekregen. Maar dan kan je hem eventueel ook zelf, als je thuis een mooie schaal hebt, daar opleggen. Je kan eigenlijk gewoon de bol in het midden hangen. Kijk hoe prachtig mooi, jongens. Echt geweldig. En het blijft natuurlijk heel lang goed. Hierin is die ook echt heel mooi. En dit is een draaibaar frame. Dus daarmee breng je nog meer diepte aan het stuk. En krijg je echt kunst in huis door middel van een bloemstuk. Dus daarin kan je hem ophangen als je het leuk vindt. Je kan hem ook mooi op een schaal neerleggen. Dan is het touwtje niet nodig. En dan kijk je even hoe die mooi tot zijn recht komt. Kijk ook hoe mooi dit lijkt. En dan is het ook leuk om er nog wat mos bijvoorbeeld omheen te leggen. Wat bolmos. Dan is die ook echt prachtig. Kijk hoe mooi. Ik ga er even wat mos omheen doen. Dan ga ik jullie even het idee laten zien. Schors bij toe. En dan heb je ook echt een prachtige schaal. Ik heb hem nu in het vierkante frame gehangen. Echt prachtig mooi. Kijk dan hoe apart. En dat kan je natuurlijk ook in een ronde doen. Je kan alleen de bol bestellen. Je kan ook compleet met frame of met schaal. Ik zal de schaal ook los toevoegen aan onze webshop. En deze frames zijn ook los te bestellen. Hè? Dus ja, je kan er echt alle kanten mee op. Misschien heb je thuis wel een mooie schaal waar je zo'n bol op wil maken. Dat kan natuurlijk ook. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Daar vind je onder kopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het er naartoe moet, het komt gewoon naar je toe. En dan hoop ik dat jullie het weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Laat hieronder weten wat jij hiervan vindt. Of jij net zo enthousiast bent als ik. Want ik vind het echt een heel tof bloemstuk geworden op deze manier. En natuurlijk heel handig dat het zo lang houdbaar is. Waardoor je er extra lang van kunt genieten. De oase hoef je dus niet nat te maken. Hou daar even rekening mee. Is net even anders dan anders. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zien we de volgende keer weer. Doei!